Voor deze cake gebruiken we paneermeel. Een ingrediënt dat je misschien niet zo snel zult verwachten, maar een heerlijk resultaat geeft. Begin allereerst met het vet vrijmaken van de kom. Dat doe je met de citroen. Daarin doe je dan de eiwitten. Die klop je dan stijf en telkens voeg je beetje bij beetje de suiker toe. Dan krijg je een mooie glanzend mengsel. En dan klop je de helft van de suiker met de eiendooiers en de citroenrasp. En daar vouw je dan de kwark en vervolgens het eiwit doorheen. En zo krijg je een prachtig luchtig mengsel. Dit bestrooi je dan met het paneermeel. En dit spatel je er doorheen. Vet dan een tulbandvorm in. En deze bestrooi je weer met paneermeel. Deze vul je vervolgens. En dan bak je de cake af in een voorverwarmde oven op 180 graden gedurende ongeveer 30 tot 35 minuten. In een pannetje doe je dan alle ingrediënten voor de wijnsaus. Dat zijn dus de witte wijn, suiker, sinaasappelsap, een kaneelstokje, kruidnagel, citroensap, citroenrasp, in dit geval reepjes. Dit breng je dan aan de kook. Laat je 5 minuten trekken. Dan plaats je de cake op een rooster en dan giet je daarover de wijnsaus. Deze cake laat je dan afkoelen en dan heb je een prachtige cake. Eet smakelijk!